Hallo iedereen en welkom bij Vlogmasdag 17. Vandaag ga ik een updated tattoo video doen. Omdat ik hier zoveel vragen over krijg. Ooit heb ik al eens zo'n video gemaakt, maar ik denk wel dat het al 2 of 3 jaar zelfs geleden is. Er zijn er ondertussen wel een paar bijgekomen, dus ik dacht, let's do this again. Dat is wat we vandaag gaan doen. Ik ga beginnen met mijn eerste tattoo. En dat was deze. Hier staat, don't be a victim of your own mind. Dat was mijn allereerste tattoo als ik 19 was, denk ik. Dus dat is al 9 jaar geleden. God. Deze staat dus al 9 jaar lang op mijn lijf. Alleszins, deze heb ik laten zetten bij Bert. Bert zit in Hasselt bij Dagger Moon, noemt zijn tattoozaak. En hij heeft de meeste van mijn tattoos gezet. Dus bij de meeste zult je horen dat Bert ze heeft gezet. Dit was mijn allereerste, omdat zoals veel van jullie weten heb ik een angststoornis, emetofobie. En toen was zo een punt voor mij van, oké, ik moet uit die put, want toen zat ik best wel diep. En toen kwam ik bijna niet meer buiten en zo. En dat is gewoon een reminder voor mij van, je moet geen slachtoffer zijn van je eigen gedachten de hele tijd, omdat die angststoornis zit in je hoofd. Dus dat is een beetje het verhaal achter die tattoo. Oké, de volgende tattoo die ik dan heb laten zetten is denk ik mijn palmboompje. Dus deze. Ook weer bij Bert. Dat was toen wel iemand die daar zat in zijn zaak. Hij is zo'n guest tattooer of hoe noem je zo iemand. Dus ik weet die zijn naam echt niet meer. Maar die heeft mijn palmboompje gezet. En dan Ami staat hier van Anna Maria Island. Dat heeft ook Bert gezet. En dat is mijn favoriete plaats op de wereld. Plus een palmboompje omdat dat een eiland is. Ja, simpel. Simpeler kan het niet. Dan heb ik mijn vingertattoos laten zetten. Ik denk toen ik 20 was. Dus deze en 3 puntjes. Die hebben geen betekenis, niks. Ik wou gewoon graag iets op mijn vingers. En that's it. Dan was deze ook toen ik 20 was. Dus die staat er ook ondertussen al 8 jaar op. Dit is een mandala. Allee, een halve mandala natuurlijk. Van Afrikaanse stam voor liefde. En Bert heeft die dan eigenlijk zelf... Allee, ik had het idee. En Bert heeft die dan eigenlijk zo ontworpen dat die rond mijn pols paste. Dat wou ik graag. En die is dus ook door Bert gezet. Mijn vingertattoo is ook. Dus ook weer bij Dagger Moon bij Bert. En ja, die heeft dat zo ontworpen dat dat zo mooi rond mijn pols past. En ik ben er nog altijd super blij mee. Dan, volgende is denk ik met mijn nicht. Ik weet niet of ik deze goed ga kunnen laten zien. Die staat van achter in mijn nek. Ik hoop dat jullie het zien. Hier ergens. Ik weet niet of jullie het zien. Alleszins, dat is het teken van de maan van. Allee, het sterrenbeeldteken van de maan van vissen. Dat is zo. En we hebben dat dan zo'n beetje anders getekend. En er iets van gemaakt wat dat we mooi vonden en wat uniek was. Die dag ging ik normaal samen met mijn nicht Freya en mijn tante Sylvia die tattoo laten zetten. En dan 's ochtends belde mijn tante, we zijn alle 3 vissen, ja of course, anders zet je dat niet. Maar 's ochtends belde mijn tante dat ze die ochtend hadden ontdekt dat ze borstkanker had. En toen wouden we die tattoo niet meer gaan laten zetten. Maar uiteindelijk hebben we dat dan wel gedaan, want zij zei, jawel, jullie moeten dat gaan doen, jullie moeten dat gaan doen. Dus hebben wij die met 2 laten zetten. Zij nooit. Wat fijn. Oké, Muffin ziet vogels buiten en nee, dan zit die kei raar. Dus dan zijn we die wel laten zetten, maar voor mij heeft dat dus wel een beetje een dubbele betekenis. Alles is goed gekomen met mijn tante, ze is ook kankervrij. Dus kei goed. Maar op een of andere manier doet mij dat er toch nog aan denken. Maar het is ook wel mooi natuurlijk dat wij dat dan wel nog hebben gedaan. Zij heeft die nooit laten zetten, want toen zeiden we nog, we gaan dat dan erna doen, maar dat is er nooit van gekomen.
Wie weet komt dat er nog ooit van, maar ik denk het niet. Dan is denk ik deze samen met Celine. Ik ga het proberen te laten zien. Hier. Een vliegtuigje wat zo rond vliegt eigenlijk. Dat heb ik samen met Celine laten zetten in Amsterdam. Bij Ink en Mot, denk ik dat dat noemde. We reden naar Amsterdam. Toen zeiden we, oh, gaan we een tattoo laten zetten? En toen zeiden we, ja, is goed. En toen zijn we een tattoo daar gaan laten zetten. En het betekent eigenlijk, het staat eigenlijk gewoon voor reizen samen. En omdat we veel samen reizen, hebben we dat gekozen. Dus dat is de betekenis daarvan. Ik weet echt de juiste volgorde niet meer, maar dan denk ik heb ik er in Amerika laten zetten. Deze, die heb ik in Amerika laten zetten bij Island Tattoo, noemde dat. En hoe noemde die jongen weer die dat heeft gedaan? Ik weet het niet meer, maar die heeft er vier van mijn tattoos gezet, maar ik weet niet meer hoe hem noemt. Of drie. Maar alleszins deze, dat is ook een klein stukje van een mandala. En ik dacht, dat past nog wel mooi zo. Dus daarom ook geen betekenis. Dan heb ik denk ik deze laten zetten. Hier aan de achterkant van mijn arm. Dat is een centaur. Een centaur is een soort van schelp. Die leven ook zoals een zeester. En dan drogen die op het strand. Allee, als die aanspoelen. En dan kun je dat zo, ja, meenemen in je huis leggen of zo. En als je een centaur openbreekt, dan komen daar 5 vogeltjes uit. Effectief. Allee, geen echte vogeltjes natuurlijk, maar dat lijkt erop. Maar ik ga het eens laten zien. Oké, dus zo ziet een centaur eruit. En zo zijn de vogeltjes eigenlijk die eruit komen. Dat zit er effectief in. En een centaur heeft eigenlijk een religieuze betekenis, want zo de ster in het midden is eigenlijk dus zogezegd de ster van Bethlehem die Jezus de weg wees. Dus het komt er eigenlijk een beetje op neer dat dit een soort van ster is die u de weg wijst. En die de weg wijst naar freedom ook. Want daarvoor staan de 5 vogeltjes die erin zitten. En ik vond dat gewoon ten eerste heel mooi in centaur. En op Anna Maria Island, waar ik altijd op vakantie ga met mijn ouders al jarenlang, zijn er ook heel veel en vinden we er altijd heel veel. Dus ja, en de betekenis ervan vond ik ook heel mooi. Dan heb ik op mijn voeten aan de binnenkant, ik weet niet als ik dat kan laten zien, hier staat live. En aan deze kant, ik ga mijn best doen, staat salt hier. Dus op mijn voeten, zo van deze 2 binnenkanten, staat salt live. En dat heeft ook weer met Anna Maria Island een beetje te maken. Allee, daar kwam ik op het idee. Maar salt life staat eigenlijk voor het leven bij de zee. Bij de Zoute Zee. En gewoon het leven van de vrijheid aan het strand, bij het water. En ik hoop ooit dat ik wel ga verhuizen of kan verhuizen naar het buitenland. En aan het strand kan wonen ofzo. Dat is mijn grootste droom. Dus een beetje daarvoor. Dan heb ik hier de A. De A staat voor Anaïs. En Anaïs is mijn zus. Anaïs heeft hier de T. En deze heb ik ook samen met mijn zusje. Die staat eigenlijk voor You're my sun, my moon and all of my stars. Dat is ook een beetje een eigen interpretering ervan. Maar ik vind zo'n eigen dingetjes altijd wel veel leuker. Want dan hoort dat zo meer bij u. Dan moet ik al nadenken welke ik nog heb. Ah ja, hier achter mijn oor. Ik denk toch dat het deze kant is. Ik ben vrij zeker. Ik hoop het, hè. Ik zie het zelf niet, maar hier heb ik normaal een roosje staan. Die zou eigenlijk wat bijgewerkt moeten worden. Ik hoop echt dat die hier staat. Want ik zie dat niet. Ik denk het. Die heb ik ook in Amerika laten zetten. Bij Island Tattoo. En ja, eigenlijk zou ik die wel moeten opknappen omdat die zo wat vervaagd is. Maar het stoort me niet echt aan. Laten we eerlijk zijn, ik zie die eigenlijk niet. Ik zie die zelf nooit omdat die achter mijn oor staat en ik heb meestal mijn haar ook los. Dus veel mensen zien die niet. En die heeft ook eigenlijk geen betekenis. Ik wou graag een roosje achter mijn oor. Dus heb ik een roosje achter mijn oren laten zetten. Dan heb ik hier een tattoo en daar staat You're a Sunflower. En die heb ik
in de zomer laten zetten. Omdat een sunflower komt, hij leeft alleen volle bak in de zon in de zomer. En ik ben ook wel echt een zonnekind. Ik hou echt van zomer en van zon. En als ik in de zon ben, ben ik op mijn best. Plus, sunflower groeit door de dirt. En dat is gewoon bij een bloem in het algemeen. Maar ik vind het ook wel een mooie betekenis van een bloem. Dat je eerst van alles moet doorstaan. En dan kun je shinen in de zon. Dus ja, daarom dat. En dat is trouwens van het liedje van Post Malone. Van Your Sunflower. Ik denk dat iedereen dat wel kent. Dan heb ik hier... Why Not staat hier. En die... Dat is eigenlijk een beetje een grapje. Want ik zei gewoon, ik ga nog een derde tattoo laten zetten. En Celine zei, why not? En toen zei je, oh ja. En toen heb ik why not laten zetten op mijn been. Dus ja. Maar oké, ik vind het ook nog wel een coole plaats. Zeker als ik zo'n broek aan heb waar je mijn enkels ziet. Dan is het wel cool. En ja, why not? Hè? You only live once, hè, weet je. Ik had beter YOLO gezet. En dan denk ik dat we al bij mijn laatste nieuwe tattoos zijn. Ah nee, het vallende sterretje nog. Ik heb hier een vallende ster. Over het algemeen staat het vallende sterretje wel een beetje voor de mensen die ik ben verloren in mijn leven. Maar toch in het bijzonder voor een vriend van vroeger die zelfmoord heeft gepleegd op jonge leeftijd. Ik heb ook kort met hem een relatie gehad. En hij betekende gewoon best wel heel veel voor mij. Dus ja, ik weet niet, hij is zo my shooting star en de vallende ster die geluk brengt. Dus ja, dat doet mij gewoon altijd aan hem denken. Plus een van de laatste liedjes die hij mij heeft gestuurd, was trouwens de dag voordat hij zelfmoord heeft gepleegd, had te maken met een vallende ster. Dus het is zo wel... Ja, deze is denk ik wel qua, ja, hoe moet ik dat zeggen, inhoud, qua betekenis het belangrijkste voor mij. Tenzij mijn nieuwe ook wel. Maar dit is sowieso wel een heel belangrijke voor mij. Omdat, ja, dat is toch een naam voor hem gezet. Hij hield zelf ook wel van tattoos, had er wel een paar, of zelfs maar twee of één. Ik weet het eigenlijk niet meer, maar alleszins, ja, het is voor hem. Ik vind gewoon een vallende sterretje wel een... mooie betekenis. Dan komen we wel bij mijn nieuwste tattoos. Ik heb hier 11 uur 11. En 11 uur 11 is eigenlijk het uur van de engelen. Dat de poort van de engel openstaat. En ja, make a wish uur. Sommigen maken een wens als het uur ook 10.10 is. Of 9.9 of zo. Maar natuurlijk, make a wish, dat kun je altijd doen. Maar dit is wel een speciaal uur. Heeft een speciale engelenboodschap eigenlijk. Dus daarom is dat ook wel belangrijk voor mij. En het is gewoon een symbool van geluk voor mij ook. 11.11, ik zie ook echt dagelijks, als ik voor 11 uur wakker ben toch, 11.11 op mijn gsm. Echt waar. En ja, dat is gewoon een belangrijk... Allee, niet belangrijk, maar gewoon een mooi uur en... Dat geeft me gewoon moed dat alles goed komt en geluk. En dan zijn we denk ik aan mijn laatste tattoo toegekomen en dat is deze. Die is ook nog aan het genezen trouwens, want nu zitten er korstjes hier en die jeukt ook. Maar hier staat loop en mijn papa heeft dat geschreven. Dus deze is denk ik samen met het sterretje het belangrijkste voor mij. Mijn achternaam is natuurlijk loop. Loop, we zeggen loop, maar het is eigenlijk loe. En dat betekent wolf in het Frans. Dus ja, ik weet niet, dat is zo one of the pack van de wolven. En ja, mijn papa wolf heeft het geschreven, mijn papa. En dat is dus echt in zijn geschrift. Ik ben er heel blij mee en dat zal ik voor altijd bij mij dragen. En ja, het is gewoon wel belangrijk voor mij omdat mijn papa dat vooral heeft geschreven. En ja... Ik denk dat dat al mijn tattoos zijn. Ik hoop dat ik er geen ben vergeten, want ik heb zoveel kleintjes. Ik ga ze trouwens tellen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Oké.
21 tattoos. Niet slecht. Maar ik wil er wel sowieso nog, denk ik. Ja, ik weet niet, het is toch een vorm van expressie. En het is je eigen lijf, dus je doet ermee wat je wilt. En ik vind dat toch een beetje kunst op je lichaam. Ik vind het ook altijd tof om te weten wat anderen als tattoos hebben en zo. Dus laat me zeker ook in de comments weten als jullie tattoos hebben. En zo ja, wat? Ik ben echt benieuwd. Ik ga er ook vanuit, allez, voor mezelf gewoon, dat tattoos echt geen mening moeten hebben. Ik vind ook gewoon als je iets mooi vindt en je denkt, oh, dit zou mooi staan op mijn lichaam. Je lichaam is je canvas, dus doe wat dat je wilt. Dan kreeg ik ook heel vaak de vraag als ik spijt heb van een tattoo. Ik heb echt geen spijt van geen een van mijn tattoos. Je wordt al zo gewoon eigenlijk. Ik zie mijn eigen tattoos niet meer. Oké, de eerste week of zo als die nieuw zijn, zoals deze en de 11-11, die heb ik nu nog geen week. En die vallen mij op, omdat die er eerst niet waren. Maar binnen een week is dat weer helemaal gewoon. Ja, voor mij is dat gewoon gewoon. Dat hoort bij mij. En ik denk ook mensen in mijn omgeving dat niet meer zien. Want soms zeggen mensen ook zo, oh, je hebt daar een mooie tattoo. En dan denk ik, wat? En dan, ah ja, ik heb een tattoo. Maar het is niet dat ik dat constant zie. Als ik dan echt één tattoo moet kiezen die ik zou laten wegdoen, moest het moeten of zo. Ik zou dat nu niet laten doen. Maar dan is het de why not. Omdat dat eigenlijk gewoon meer als een grapje bedoeld was. En omdat ik soms het gevoel heb dat dat mijn been korter maakt. Omdat die zo op mijn been staat. Dus eerder de locatie misschien. Voor de rest, ja, ik weet niet. Ik zou niks wegdoen. Want ik heb het allemaal ooit voor een reden gezet natuurlijk. Of ik vond het mooi of het was belangrijk voor mij. Dus ik zou sowieso niks wegdoen. Oké, dit was mijn updated tattoo video. Hopelijk vonden jullie het leuk. Doe zeker thumbs up als jullie het leuk vonden. Laat ook een leuke comment na. Laat mij weten welke tattoos jullie hebben zoals ik zei. Ik ben heel benieuwd. En dan zie ik jullie volgende vlogmas.